Hallo, vandaag laat ik jullie weer een nieuwe Glossybox filmpje zien. En dit is de Glossybox van maand mei. En ik ga hem nu voor jullie unboxen. Zo. Wauw. Het voelt best wel zwaar aan. Volgens mij zitten best wel grote producten, veel full-size producten erin. Oh, wauw. Dit is Glossybox magazine met Madelon. Dit is een model die ik ken. Mooie foto. En ja. Het is altijd leuk, dat ga ik straks lekker lezen. Nou, zoals altijd een persbericht van Glossybox. In het persbericht staat wat voor producten erin zitten. Ik zie iets van André Lon. Droog shampoo, is altijd handig. Gliscure, een conditioner, golden rose, nagellakje, Ahava, body sorbet, crème gel, jelly pompon, is een lip blush, Ahava mineral body lotion en body cream. En een shower cream. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga hem openen nu. Zo. Het voelt lekker zwaar aan. Zo. Dit is de inhoud van mijn Glossybox. En ik zie een kaartje van Glossybox. Hier staat een beschrijving in. Wat in mijn box in zit. Daar ga ik niet naar kijken. Want het is een verrassing. En dit is dus een check voor Hanna. Dan kan je voor €30... kun je een skin check doen en een meet and treat bij een huidcoach. Dus dat is altijd wel leuk dit. Nou, ik ga hem nu openen. Heel voorzichtig. Zo. Nou, als eerste zie ik iets van Anatomicals. En dit is een knalroze verpakking. Een shower gel. Een cleanser voor gewoon douche gel. Even zien hoe hij eruit. Hij ruikt heel bloemig, een beetje roze geur. Even kijken wat hierin zit. Ja, dit is een roze geur. En het is gewoon een body cleanser. En het is een heel ontspannend geurtje. Lekker voor een douche. Ze full size en hij kost €4. Dus altijd makkelijk body cleansers. Die heb ik altijd wel nodig. Nou, daar zie ik een product, een mud. Dit is een soort moddermasker. En die zijn vet. Ja, ik hou van moddermassen. Ik heb eentje van Rituals en die vind ik ook heel fijn. Want moddermassen reinigen goed je huid. En het zorgt ervoor dat je huid super zacht wordt. En deze is van Ahava. En dit is een product die kost normaal voor 200 ml €30,95. Nou, daarna zie ik een paramour met heel veel glitters. Een beetje crème kleurige nagellak van Golden Rose. Dus een full size product. En die kost normaal gesproken €3. Nou, leuk. Dit is een droog shampoo van André Lon. Met voor verrassende volume. Ik vind droog shampoo altijd super makkelijk. En ik ken deze droog shampoos van André Lon ook. En dit is een full size product. 75 ml. En die kost €2. Nou, makkelijk voor mee te nemen. Nou, dan zie ik een Jelly Pompon Lip Blush. En dit is dus een lippenseeltje, gewoon lippotlood voor lipstift. En het is een full size en het kost al €14 dit ding. En het zorgt ervoor dat je goed je lippen hydrateert en dat je lippen een mooiere kleurtje krijgt. Ik ben benieuwd naar deze. Nou, dit waren dus de producten van maand mei. Nou, ik vind sowieso de droog shampoo super makkelijk. Ja, super handig. Die gebruik ik ook vaak. En ik vind Anatomics heb ik niet zoveel producten van. Alleen van de Glossybox. Shower gel vind ik wel heel fijn. En de mud vind ik heel leuk. Er zitten sowieso drie producten altijd wat ik wel heel leuk vind. En ja goed, de Glossybox kun je bestellen voor €14,95 per maand. Op de onderstaande link. En je kan een abonnement opnemen. En het is maandelijks opzegbaar. Dus een leuk cadeautje voor jezelf of voor een vriendin. Of leuk cadeautje voor elke dame. Nou, ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vinden. Duimpjes omhoog en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!